Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Start zijn landelijke online verkiezing van de Jeugdraad Suriname. Bedrijfsleven gaat IMF-programma helpen monitoren middels Economic Oversight Board. En Gracielle Sluisdom toegelaten tot de Nationale Assemblée. Vandaag, 1 juni, is er op het Ewald P. Meijer Lyceum het start zijn gegeven van de landelijke online verkiezing van de Jeugdraad Suriname. Jongeren tussen 12 en 25 jaar worden in de gelegenheid gesteld om hun stem via mobiel of computer uit te brengen op de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de jeugdraad. De uitslag van de verkiezing wordt later op de dag bekendgemaakt door de verkiezingscommissie op het ministerie van Financiën en Planning. Goedemorgen, leerlingen van LICO 2. Het is een eer om vandaag hier te mogen zijn om een starting te geven van de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname. Het worden historische verkiezingen, omdat er voor het eerst in Suriname digitaal gekozen zal worden. Ik wil jullie allemaal oproepen om jullie stem uit te brengen, omdat het toch wel van belang is dat jongeren zich laten vertegenwoordigen in de Jeugdraad Suriname, zodat ze hun issues en zaken die ze hun bezighouden naar voren kunnen brengen. Het is nu 7 uur, dus ik wil nu een startsein geven voor de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname. En ik deel dan direct mede dat jullie tot 6 uur hedenmiddag de tijd hebben om jullie stem uit te brengen. Nogmaals, stem. Maak gebruik van het recht om te stemmen, zodat jullie je eigen jeugdvertegenwoordigers kunnen kiezen. Minister McEndrew, u heeft daarnet het startsein gegeven hier voor de jeugdraadverkiezingen op Lyceum 2. Waarom heeft u voor deze school gekozen? Wel, we hebben voor deze school gekozen omdat het in principe in de buurt is van het ministerie. En we weten ook dat er twee kandidaten voor de jeugdraad op deze school zijn. Dus vandaar dat we dachten dat het toch wel goed was om hier te komen om het startsein te geven. Wel, de verwachting is dat er ongeveer 25-30% van de jongeren of de kiezers gebruik zal maken van hun recht om te stemmen. Dat is in lijn met de percentages die in de tijd zijn behaald bij eerdere verkiezingen voor jeugdvertegenwoordigers. Het gaat zelden zie je dat het omhoog gaat. Het blijft villa toch wel op een gelijksoortig percentage. Dus we hopen op die 30%. Als er meer komt, zijn we uiteraard dik tevreden. Omdat we toch wel de nodige stappen hebben ondernomen om de jongeren op te roepen. Om hun stem uit te brengen vandaag. Nou, het was een hele experience om het zo te zeggen. Er waren dagen waarop ik echt zat en ik dacht van, maar wat doe je eigenlijk? Wat denk je dat je doet en zo? Maar uiteindelijk bij de juiste motivatie en de juiste mensen om je heen, om me heen, om het zo te zeggen, ben ik verder gegaan en ik heb mezelf gehouden als kandidaat. Ik heb gewerkt met een groep. Ik heb online propaganda gemaakt. Een beetje op scholen, maar het meest online. En het was wel een hele experience, zoals ik eerder zei, waarbij je soms ups en downs had. Maar dan denk je zelf soms gewoon als jong persoon van, maar daar, wat als ik het niet haal? Dat is punt 1. Punt 2 zijn al de andere dingen die bij komen kijken. Maar het was een experience dat ik worth it stel, omdat het altijd gaat om de jonge mensen bij mij. Oké, ten eerste hou ik me al jaren bezig met het jeugdwerk. Bijvoorbeeld, jaren terug was ik op het programma Kruto. Ik doe mee aan het programma Archimie, het zijn debatprogramma's. En eigenlijk was ik zo'n beetje bekend qua het jeugdgebeuren. En toen ik op de Mulo school zat, zei de leerkracht me altijd,
zeg maar, als je ooit jeugdparlementariër of zo is, hoe kan je het worden, weet je? En ik dacht daar en ik dacht van, ik neem het mee. En dat heeft eigenlijk ook me eigenlijk gemotiveerd om te zeggen, laat me meedoen, laat me hetgeen wat ik doe al doe, let me do it country-wise. Laat me het landelijk doen voor alle jonge mensen in Suriname. Oké, heel mooi. Dus de motivatie van een leerkracht speelt een hele grote rol bij jou. Absoluut, absoluut, absoluut. We onderschatten het als jonge mensen. Maar soms als bepaalde leerkrachten woorden uitspreken in je leven. Je ziet het misschien vanzelf spreken, maar soms is het een indicatie van hetgeen dat in de toekomst zal gebeuren. Dus die mening ben ik wel toegedaan. Het bedrijfsleven gaat het IMF-herstelprogramma voor Suriname helpen monitoren middels het Suriname Economic Oversight Board. Hiertoe hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging op donderdag 1 juni 2023 een Memorandum of Understanding getekend met de regering in de persoon van president Chandrika Prasad Santokhi, minister Stanley Ragubarsingh van Financiën en Planning en Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname. De regering juicht het initiatief van het bedrijfsleven en de banken toe. CDS sprak LBN Franchi, de voorzitter van de board. De MOU houdt in dat het bedrijfsleven het initiatief genomen heeft. Het bedrijfsleven, de bankiersvereniging en de Vereniging van Surinaams Bedrijven het initiatief genomen heeft om om samen met de overheid het IMF-programma te monitoren. Het is een initiatief, het is geen commissie van de overheid. De kosten voor dit initiatief worden volledig door het bedrijfsleven betaald. En wat beogen we? Wij beogen zeg maar, het IMF-programma te monitoren, zodat we enerzijds kunnen communiceren naar de samenleving en naar de belanghebbenden wat de status is van het IMF-programma. En anderzijds ook zeg maar, de maatregelen in het programma hebben impact op de belanghebbenden binnen de Economic Oversight Board. Dat we dus die maatregelen, of althans de stappen, dat we de overheid kunnen adviseren over de stappen. We beogen een betere implementatie van het tweede IMF-programma. We hadden eigenlijk zo'n oversight board reeds aan het begin van het eerste programma geadviseerd. Helaas is het toen niet van de grond gekomen. Dus we zijn wel blij dat we vandaag deze MOU konden tekenen. Om ervoor te zorgen dat we in ieder geval het tweede IMF-programma beter kunnen implementeren en dat er een betere communicatie is tussen de overheid en de belanghebbenden. Dus de board zal heel veel communiceren, overleggen. In ieder geval enerzijds met de belanghebbenden, anderzijds met de overheid. Over oké, wat is de status, welke maatregelen gaan we nemen, wat is de impact op zeg maar, de private sector, de banken en de samenleving. En niet alleen de maatregelen die de overheid moet nemen, maar ook die de centrale bank moet nemen. Want het zijn die twee nemende maatregelen, met name in het IMF-programma. Dus er zal veel overleg plaatsvinden tussen ons en de overheid, centrale bank enerzijds, anderzijds de belanghebbenden. En uiteraard zullen we dus de gevoelens van beide partijen overbrengen. En daarom is zeg maar, die oversight board bestaat uit verschillende stakeholders. Bestaande uit de banken, het bedrijfsleven, maar ook de vakbond, de VES. Zodat zeg maar, we maatregelen vanuit een breed kader kunnen bekijken. En niet alleen zeg maar, vanuit één perspectief, de banken of het bedrijfsleven alleen, maar ook gewoon vanuit de samenleving. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging samen hebben het initiatief genomen om een Suriname Oversight Board in te stellen. Een Suriname Economic Oversight Board. Dat wil zeggen, dat is een orgaan, een commissie, die
toezicht gaat houden op de uitvoering van het IMF-programma en het herstelplan. Beide plannen zijn onder coördinatie van het ministerie van Financiën en Planning. En beide plannen zijn heel sterk macro-economisch gericht. Waarom is het belangrijk dat deze board er is? Het is belangrijk omdat hiermee niet alleen toezicht gehouden wordt op de uitvoering van het programma door staatsinstellingen, het planbureau, het ABS, de ministeries, de regering, het IMF, maar dat ook de hele gemeenschap zich betrokken voelt en weet bij het toezicht en bij de uitvoering van dit programma. En wij vanuit de regering worden dat ten zeerste gewaardeerd. Het is uniek omdat het initiatief niet gekomen is vanuit de overheid. Doorgaans monitor je dit soort nationale programma's vanuit overheden, vanuit overheidsinstituten. Wat je hier ziet is dat de gemeenschap zegt, wij willen betrokken zijn. Wij willen meedoen en wij willen mee adviseren. Dat is iets wat bijzonder welkom is voor de overheid. Tijdens de openbare vergadering op donderdag 1 juni 2023 is Gracielle Sluisdom beëdigd en toegelaten als lid van de Nationale Assemblée. Zij komt in de plaats van Sham Binda, die op 16 februari het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Wij voeren nu terug naar dit moment. Dan ga ik naar agenda punt 3. Beëdiging, onderzoek, geloofsbrieven en eventuele toelating van mevrouw Gracielle Sluisdom als lid van de Nationale Assemblée. Ik vraag de substituut-griffier om mevrouw Gracielle Sluisdom naar binnen te begeleiden ten einde de voorgeschreven eed af te leggen in gevolge artikel 65 van de Grondwet. Welkom, mevrouw Gracielle Sluisdom. Ik heb vernomen dat u de eed zal afleggen. De griffier zal nu de eedsformule voorlezen. Ik zweer dat ik middelijk, nog onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de Nationale Assemblée aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven of beloven. Ik zweer dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middelijk of onmiddellijk. Ik zweer dat ik het ambt van assembleelid nauwgezet zal vervullen. Ik zweer dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen. Ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname. U gaat me nazeggen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zuster Gracielle, ik geef u mee vanmorgen. Good news to you. Ik geef u mee uit het heilige boek, die op waarheid berust, geef ik u mee. Psalm 118, vers 22. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Bouwers gooien soms een steen weg. Maar die steen kan juist de belangrijkste worden. De afgekeurde steen op zon, krijgt een belangrijke plek. Verder zegt het woord in Spreuken 3 vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, zuster Gracielle. Dan zal hij uw paden recht maken. U mag uw hand leggen. De Bijbel, uw rechterhand naar boven. Zodat ik over uw leven mag proclameren.
Salving. Salf u vanmorgen. Halleluja. Vader, wij danken u voor dit moment. Wij danken u voor deze grote dag van zuster Graciela Sluisdom. Vader, mogen u haar leiden. Leiden in haar werk. Leiden in haar nieuwe status, koning Jezus. Vader, geef haar kracht. Geef haar wijsheid. Geef haar inzicht om haar werk te doen als volkvertegenwoordiger hier in het parlement. Vader in de hemel. Elke kwaadsprekende tongen tegenover zuster Graciela Sluisdom over haar leven, over haar nieuwe status, stellen wij in het ongelijk. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, zuster Graciela, en geven u genade. De Heere doet zijn aangezicht lichten over u en hij verheffen u en geven u zijn vrede. Mogen zijn shalom over u zijn en over u schijnen al de dagen van uw leven. Amen. Feliciteer u. Goed, dank u wel, geestelijke. En we zijn gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.